Het is vrijdag de 13e. Hallo CryptoCoiners, 13 december. Welkom. Korte video vandaag. Want ik ben heel druk, zoals je misschien begrijpt, met alle voorbereidingen voor de twee clinics die we dit weekend gaan doen, morgen 14 december en uh, zondag de 15e. De kliniek van morgen is op dit ogenblik vol. Tenminste, voor zover ik weet. Maar er komen regelmatig plaatsen vrij. Omdat mensen dan beslissen toch op zondag mee te doen. Je kunt namelijk, als je je eenmaal hebt aangemeld voor die kliniek. Zo vaak als je dat wilt. de startdatum veranderen. Dus je kunt kiezen voor morgen of voor zondag. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Um, wat ik zei, een wat korte video. Dat komt ook omdat ik gisteren natuurlijk een vrij lange video had. Waar heel erg veel reacties op zijn binnengekomen. Echt heel veel. Dank je wel daarvoor. Voor alle likes, die hebben mij één ding heel duidelijk gemaakt. Jullie vinden het leuk. Uh, om dit soort live trades te zien. En dat betekent dat ik dat dus vaker ga doen. Ik zit zelfs te overwegen, maar ik ben helemaal zeker of ik dat logistiek allemaal voor elkaar krijg. Om ze echt 100% live te doen uh, via Telegram. Dus onze chatgroep in Telegram of misschien zelfs via Twitch. Um, en misschien gewoon via YouTube live. En dan daarna een, zeg maar, een samengevatte versie met alle pauzes uh, eruit geknipt. Uh, online neer te zetten. Voor degenen die geen zin hebben om daar drie, vier uur lang bij te zijn. Want soms duurt het gewoon zo lang. Ook Gisteren, ik weet niet precies meer hoe lang ik bezig ben geweest, maar volgens mij toch wel dik anderhalf uur voor twee trades. Waarvan de eerste trade ook nog een teleurstellende trade was. Geen wonder, had ik al gezegd. De markt is lastig. Je weet het nooit op dit ogenblik. En soms. Is het slimmer, wat ik gisteren ook al zei, om snel uit te stappen als je je geld wilt laten rondpompen? Er komen ook veel discussies nu op gang, naar aanleiding van die, um, die video. En een interessante, ik heb hem verder niet hier op mijn scherm staan. Uh, vond ik um, een hele interessante discussie. Volgens mij werd die gestart door Niels in de uh, cryptocurrency Trading Chatgroep op Telegram. Hij zei: Ja, maar wacht eens even, je betaalt steeds kosten. Hoe vaker je koopt en verkoopt, des te meer kosten je betaalt. Dus dat is helemaal niet zo slim. Dat is ook niet helemaal waar. Vergelijk het met het volgende nieuws. Stel, je hebt een bedrijf dat iets verkoopt dat moet worden geleverd. En daar moet je portekosten voor betalen. Laten we zeggen, 5 euro per pakket dat je bezorgt. Hoe meer je 5 euro kunt betalen, hoe vaker je dat kunt doen, des te beter. Want des te meer heb je immers verkocht. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Het bedrag dat je voor een trade betaalt is altijd afhankelijk van de hoogte van de trade. En of je nou twee keer heel veel trade of, twee, of tien keer heel weinig, het eindbedrag is altijd hetzelfde. En hoe meer je aan commissie betaalt, des te meer je hebt gehandeld. Als je trades winstgevend zijn. Is dat dus prima. Daar kun je niet nat op gaan. Dus misschien dat er ergens in de logica iets niet klopt in je redenering. Dat weet ik niet helemaal zeker. Ik zag dat een aantal mensen in de trading-chatgroep er ook al op hadden gereage... had gereageerd. Maar de essentie is dus heel duidelijk: je betaalt zeg maar transportkosten. En hoe vaak je dat kunt doen, des te meer je hebt verkocht. En dat is alleen maar goed. Oké, okay. vandaag ga ik het even hebben over die aanbieding die je niet mag missen. Uh, de kans van je leven, enzovoort, enzovoort. Waar komt het op neer? En waarom maak ik deze video? Nou, het heeft met het volgende te maken. Ik heb zijn naam even weggehaald en zijn foto. Uh, dit is een bericht wat je hiervoor ziet hier in deze schermafbeelding uh, in de Facebookgroep van Crypto Coiners, www cryptocoiners, www.cryptocoiners.nl/slash Facebook. Uh, en iemand zei: Heeft iemand wel eens gehoord van dit bedrijf, Hong Hongkong Golden Crown Trading Incorporated. Heeft iemand daar ervaring mee? En daar werd meteen. Om gereageerd. Uh, ook door mij. Uh, ik vroeg namelijk, uh, want ik ken dit bedrijf niet persoonlijk, maar wel van naam. En uh, ik wil je niet echt heel erg een duidelijke mening ventileren. Maar Google maar eens, zou ik zeggen, op dit bedrijf en kijk eens wat je allemaal zo tegenkomt, daar gaat het eigenlijk niet eens echt om in deze video. Het gaat om het volgende. Misschien ben je wel eens benaderd door iemand per chat. Of per telefoon, die een gouden kans voor je heeft als het gaat om crypto en geld verdienen met crypto. Wij doen alles voor je. Je hoeft alleen maar geld te storten of crypto te storten. Daarna nemen wij het van je over. Je krijgt heldere overzichten. Je wordt regelmatig uitbetaald. Uh, we hebben allerlei um, verklaringen van andere mensen die dit al doen. Die kun je rustig doorlezen. We kunnen je ook in contact brengen met andere gebruikers. Het gaat allemaal uit van hun. Het initiatief ligt bij hen. Zij benaderen jou. Je wordt opeens uh, aangechat door een, uh, iemand met een heel interessant profiel of een mooie foto. En met een heel goed verhaal. En je denkt bij jezelf van, wow, dit is interessant. Hier moet ik absoluut wat mee. Bovendien word je, voordat je dat in de gaten hebt, natuurlijk gemanipuleerd door hele slimme verkooptactieken. Uh, dat was hier ook zo de persoon die dit bericht gisteren in de Facebookgroep postte is ook benaderd per chat uh, en uh, ik vroeg hij zei ja ik heb dit van iemand uit de chat dus mijn volgende vraag was heeft die persoon jou benaderd of ken je die persoon nee die persoon heeft mij benaderd dit gebeurt heel vaak. We komen dit tegen in de Facebookgroep. We komen dit tegen op Telegram: dat mensen opeens uh, PM's krijgen, personal messages, van mensen die ze helemaal niet kennen met een fantastisch aanbod. Mensen worden gebeld met een fantastisch aanbod om in crypto te gaan en al het werk wordt voor je gedaan en je wordt slapend rijk. De reden dat ik het hier even noem, ook al lijkt het op een dooddoener. Het gebeurt. Mensen vallen hiervoor. Mensen trappen hierin. En ik wil heel duidelijk maken dat de kans dat je daadwerkelijk in een systeem stapt dat jouw slapend rijk maakt Ongeveer nul is. Misschien is hij iets groter dan nul, maar ik ken niemand uit mijn netwerk die daadwerkelijk door een dergelijke aanbieding aan een groot vermogen is gekomen. Niemand. Ik hoor alleen maar verhalen. Ik krijg schrijnende mails, berichten in de Telegram-groep op Facebook van mensen die hierin zijn getrapt in dergelijke aanbiedingen en die er achteraf spijt van hebben. Naar mijn mening is de enige manier om substantieel vermogen te vergaren met crypto. Door dat zelf te doen. Zelf te investeren, zelf te beleggen, misschien zelf te traden. Een combinatie van die dingen, maar zelf controle te houden. Over je eigen wallets, je eigen keys. Oké, okay, als je het op een exchange moet zetten om daarmee te traden, is het misschien een ander verhaal. Maar je wilt zelf de maximale controle houden. Over je crypto en dat niet uitbesteden aan anderen. Ook niet het handelen erin of het beleggen erin, al dat soort dingen. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. Voor de rest: als je tot slot, laatste tip hierover: als je een aanbieding krijgt die je wel degelijk interessant vindt en waar alles lijkt te kloppen. Doe dan een grondige check op Google. Doe een hele grondige check. Onderzoek dat bedrijf. Kijk naar met name naar de negatieve ervaringen. Post desnoods een bericht over zo'n bedrijf in de Facebookgroep. Uh, uh, en vraag mensen: Hebben jullie ervaringen in? Dit is wat ik heb gekregen. Wat vind je dat ik moet doen? Um, probeer niet in de Facebookgroep mensen te benaderen met aanbiedingen als je referral links hebt van dergelijke bedrijven. Want je wordt genadeloos uit de Facebookgroep gekikt en ook uit de Telegram groep. Dus doe dat vooral niet. Maar als je een legitieme vraag hebt over een aanbod dat je hebt gekregen, en je snapt het niet helemaal, je komt er niet helemaal uit, maar je vindt het wel heel verleidelijk voordat je iets doet, voordat je handelt. Vraag het eventjes aan mensen die hier ervaring mee hebben of verstand van hebben. Dat wilde ik even kwijt. Um, verder heb ik niet zo heel veel te melden. Ik heb, ik zei het al, het wordt een wat korte video. Even een paar dingen. Er komen best wel veel vragen binnen over datgene wat er dit weekend gaat gebeuren. De live clinics. Zeker traden met Bitcoin. Allereerst, als je nog nooit hebt gehandeld. Als je nog geen enkele vorm van trading ervaring hebt. Dit zijn niet jouw clinics. Simpel. Je moet al wat trading ervaring hebben om te mee te krijgen waar het hier over gaat... en te begrijpen welke vragen en waarom die vragen worden gesteld. Als je een clinic wilt voor, uh, die informatie geeft over... en voorbeelden geeft over trading... Wacht dan even. Er zijn twee dingen die je kunt doen. Wacht dan even. Als het om een kliniek gaat, hier wilt tot januari. Dan komt er een masterclass. Volgens mij, uit mijn hoofd, in het tweede echte weekend van januari. Een masterclass van twee dagen, zaterdag en zondag, online. Je hoeft dus niet de deur uit. Uh, dit is de eerste keer dat ik het uh, erover heb, in ieder geval uh, publiek en op YouTube. Uh, die kunt je nog niet aanmelden. Dat komt allemaal pas over een paar weken. Maar die masterclass komt. En die is wel geschikt voor jou. Ook als je nog nooit hebt gehandeld. Maar anders. Deze kliniek, nog nooit getweet, niet doen. Zonde van je tijd, niet aan, uh, niet aan beginnen. Um, dan nog wat. Een aantal mensen heeft zich nu aangemeld voor zondag, maar eigenlijk willen ze graag naar zaterdag. Dus ik krijg allerlei mailtjes van mensen en allerlei PM'tjes op Telegram van mensen die zeggen: van ja, kan ik toch misschien naar de zaterdag als er een plekje vrij komt? Um, dat kan ik niet voor je regelen, dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is, je kunt het zelf doen. Namelijk, als je eenmaal je hebt aangemeld, zie je bovenaan op je persoonlijke clinicpagina. Zie je als er plekken zijn op zaterdag. meteen de tekst staan van je kunt ook op zaterdag meedoen. Klik hier om dat te regelen. Twee muisklikken klikken en het is geregeld. Op dit ogenblik kan dat niet. Ik kan je wel laten zien hoe dat eruit ziet. Nee, dat kan ik trouwens niet. Want ik ben volgens mij zelf aangemeld voor zondag. Even kijken hoor. Uh, ja, ik kan bij mij zie ik het niet staan. Dit is mijn persoonlijke live clinic pagina. Dit is de zondag clinic. Uh, en hier normaal gesproken, als je je dus kunt om. Boeken naar zaterdag omdat er weer plekken vrijkomen. Dat gebeurt best vaak. Dan zie je dat hierboven staan. Op de tekst waar nu staat zeker tweede met Bitcoin. Dan nog één ding. Als je je maximaal wilt voorbereiden op die kliniek van morgen of van zondag, bekijk dan even wat hier staat. Het gedeelte onder het kopje bereid je goed voor. Een paar links naar video's. Misschien heb je er een aantal al van gezien. De mogelijkheid om je even aan te melden op Telegram, zodat je mee kunt praten, vragen kunt stellen enzovoort. En nog één ding dat hier niet bij staat. Schrijf als je nu al vragen hebt. Die alvast op. Want het is, wat dit betreft, bij dit soort live clinics eigenlijk net zoals dat, dat ik als ik naar mijn dokter ga, dan vergeet ik ook altijd wat ik wilde vragen. Dus ik moet het altijd even opschrijven, want anders in de, in de stress of snelheid vergeet ik altijd wat ik nog wilde vragen. Dus schrijf dat nou voor jezelf op, dan kun je die um, teksten morgen gewoon knippen en plakken in het chatvenster. Of je kunt ze live stellen met de microfoon als je dat wilt, uh, tijdens de live clinic. Oké, okay? of zondag. Goed, dus check dit nog even. Dit zie je alleen maar als je hebt aangemeld voor de clinic natuurlijk op je persoonlijke kliniek pagina. Um, dan kwam er een vraag van Bazzi met de dubbel Z Bas. Interessante naam hebben je ouders je gegeven, Bazzi. Um, en die vraag was, even kijken, hallo Rolf, is het is de live clinic iets dat je online doet of is het op een locatie? Volledig online. Je hoeft er niet de deur voor uit. Uh, je kunt dit gewoon doen vanaf je eigen computer. Je zou het theoretisch zelfs kunnen doen vanaf een tablet of een telefoon, maar ik raak je toch aan om het te doen in een, een beetje een afgesloten omgeving, dat je van niemand last hebt en niemand last van jou heeft. Uh, en dan het liefst achter een computer. Uh, wat zijn de tijden? Dat klopt, dat staat niet op die pagina. Beetje blond. Uh, we beginnen zowel zaterdag als zondag om half elf ochtends en we zijn om half vijf middags ongeveer klaar. Um, dan de vraag van René via YouTube kwam die vraag. Uh, ik kan dit. Weekend niet. zegt dan nee, komt deze clinic nog een keer. Hij schreef het iets anders dan dat. Um, het antwoord is dat ik dat nog niet weet. Nee, tot mijn grote spijt hangt er een beetje vanaf hoe leuk en interessant mensen de clinics van dit weekend vinden. Um, er komt sowieso wat ik al zei. Er komt een masterclass in januari, in het tweede weekend van januari, zaterdag en zondag, de hele dag, zeg we maar weer van half elf tot half vijf, op zaterdag en op zondag. De afloop ben je waarschijnlijk back af, maar daarna kun je tweede. Je weet heel veel van en alle ins en outs en zo. Maar of deze Specifieke kliniek ook nog een keer wordt gegeven, dat bepaal ik eigenlijk pas na afloop. Dus dat weet ik nog niet. Uh, tot zover denk ik de belangrijkste vragen die zijn gesteld. Ja, er kwam nog een andere vraag, die had niets met de kliniek te maken. Uh, die is van Boas, Boas Son, ik hoop dat ik het goed uitspreek, ook via YouTube. En die zei, de manier van traden en analyseren op crypto, is dat nou dezelfde manier van traden en analyseren als op gewone aandelen of op forex? En het antwoord is ja en nee. Het hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Als je het aan mij vraagt, zeg ik ja, gewoon dezelfde manier. Sterker nog, ik gebruik eigenlijk ook altijd dezelfde criteria. Nou, is het zo dat voor sommige van die indicators die je voorbij ziet komen, zoals bijvoorbeeld hier de Ichimoku Cloud, Cloud vanwege die wolk die je ziet, nou is het zo dat de. De parameters, zoals dat met een moeilijk woord heet, de uitgangswaarden voor, uh, voor die chart, voor die lijnen, die zijn gebaseerd, omdat die, deze cloud is al een aantal jaar geleden bedacht, volgens mij ergens in de jaren 60 of zo, 1955 geloof ik. Um, de lijnen die je hier ziet, die zijn gebaseerd op de traditionele aandelenmarkten. En zoals je ongetwijfeld weet, een aandelenmarkt opent s ochtends om 9 uur en sluit eigenlijk s'avonds om 5 uur lokale tijd. De cryptomarkten zijn 24 uur per dag open. En dat betekent dat bepaalde trends die in de aandelenmarkt wel gelden maar waar in de cryptomarkt dus geen sprake van is, volgens sommige eh, technische analisten, verwerkt zitten in die parameters. De hoeveelheid punten waar een gemiddelde over wordt berekend. De hoeveelheid punten waar een voortschrijdend gemiddelde over wordt berekend. Enzovoort. Enzovoort. Zelf, maar dit is mijn mening. Iedereen heeft hier een andere mening over. Dit soort opmerkingen geeft ook, ook altijd stof tot discussie of dislikes. Mijn mening is dat het niet uitmaakt. Heel simpel. Het enige wat voor mij uitmaakt is als een beurs. Tijdens een exchange, bijvoorbeeld een crypto exchange, uh, tijdens openingstijden, 24 uur per dag, een aantal uur gesloten is. Bijvoorbeeld omdat er systeemonderhoud wordt gepleegd. Dan hangt het er een beetje vanaf, want dan kloppen eigenlijk de charts niet meer. Je ziet dan, stel je voor dat Binance, daar komt het wel eens voor, uh, bijvoorbeeld een aantal, uh, dit zijn dan dit zijn een weekcharts, stel dat dit uren zouden zijn. Stel dat Binance een aantal uur dicht is, dan zie je hier allemaal vlakke candles, platte candles met nul volume. Dan kloppen die indicators natuurlijk niet meer, want er is wel degelijk gehandeld, er zou zijn gehandeld en nu opeens is er niet gehandeld, dat geeft een compleet vertekend beeld. Dus wat, ik, wat, de, wat onze CryptoCoiners scanner dan doet, die stopt gewoon een aantal uur met het geven van betrouwbare informatie, want hier heeft hij gewoon geen candles en in ieder geval betrouwbaar in termen van als je het vergelijkt met de charts. Ik vertrouw nog steeds op de candles of op de meldingen van de scanner, omdat ik weet die scanner ziet de chart zoals die echt is. Die niet aanwezige candles zijn voor de scanner ook niet aanwezig. Maar op een chart zijn ze vaak gewoon ingevuld, maar zijn ze vlak. Ja, maar dat is dus niet zo. Er zou zijn gehandeld als er een mogelijkheid was geweest om te handelen. Want dit is een 24-uursmarkt. Dus je hoort het al, het is best wel een voer voor discussie dit. Mijn mening is eigenlijk heel eenvoudig. De criteria, zoals um, uh, Boas, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, dat zegt... voor uh, crypto-analyse is wat mij betreft volledig identiek met die van de traditionele aandelenmarkt Maar niet iedereen deelt die mening. Dus ik zou zeggen, check het, test het en kijk gewoon wat voor jou het beste werkt. Dat is eigenlijk altijd uh, het beste, de beste informatie die ik je kan geven. Ga nooit blind af op het oordeel van iemand anders... Maar kijk wat voor jou het beste werkt. Voor mij werkt de standaard manier eigenlijk gewoon het beste. Met standaardwaarden. Oké, okay, tot zover die vraag. Uh, de uh, wordt snel rijk uh, heb ik al behandeld. Dan had ik nog één ding natuurlijk. We kijken even naar de scanner voor vandaag. Ik zei het net al. Het is een mooie tweelingdag vandaag. Ondanks het feit dat het vrijdag de dertiende is. Um, even kijken hoor. BM1D, de barometer van één dag. Even kijken wat er uitkomt. Rollen positief, bijna een procent in de plus. En dat is ook zo voor de barometer. Je kunt de barometer afkorten tot BM. Op de 4-uur-chart. En zelfs de barometer op 1 uur staat in de plus. Hij stond in ieder geval in de plus uh, toen ik zelf aan het tweede was. En dat staat nu nog steeds. Kortom, alles op dit moment op groen. Uh, alle waarden van. Alle altcoin paren uh, die je met Bitcoin kunt kopen stijgt op dit ogenblik. Volume is gestegen. Uh, hier is wat gedaald op de 4-uur-chart, maar op de uren-chart gestegen, op de dag-chart gestegen. Ik heb het ook gemerkt vandaag. Ik ben al klaar. Ik ben wat vroeg begonnen vandaag, want ik moest vandaag andere dingen doen, namelijk een kliniek voorbereiden. Dus ik ben klaar met mijn trades. Maar het ging prima. Het was eigenlijk super makkelijk vandaag. Dus dat zal ook gelden voor jou op dit ogenblik. Maar let wel. Op het moment dat jij deze video ziet, kan het natuurlijk weer heel anders zijn. Dus als je de scanner hebt, hou die barometer alsjeblieft goed in de gaten. Heb je geen scanner, ga dan bijvoorbeeld naar 2-dash en kijk voor een aantal charts naar de 24-uur prijswijzigingen. Zijn er veel te veel charts rood wat dat betreft? Oppassen geblazen. Zie je trouwens ook dat de, en dat zien we met name hier terug, de dagchart. Zie je ook dat het aantal coins dat zo drastisch daalt of stijgt, wat minder is geworden. Er zijn nog steeds wel een paar hoor, maar het is niet meer zo, zeker niet op de kortere intervallen. Het is zeker niet meer zo dramatisch als het gisteren was. Er kwam nog één vraag. Waar jullie allemaal op letten. Wie deze dame is die hier staat. Uh, dat was een, uh, een, uh, een, uh, een, uh, een ongevraagd bericht van iemand. Van een nieuw bedrijf. Uh, dat heet CoinFlex. Uh, ik kan ze wel even noemen. Maar ze hebben niet veel te maken met onze manier van traden. Die wilde weten of CryptoCoin coiners interesse had in samenwerking. Voor het organiseren van een paar trading events. die zij geven in uh, Amsterdam. En uh, ik heb meteen nee gezegd. Want ik ken hen niet zo goed. Bovendien ging dit met name over futures. En het is een bedrijf dat in futures handelt die ook daadwerkelijk fysiek worden afgeleverd is um, dus een ander soort futures als je in de future zit dan ken je dit de meeste futures worden gewoon off-chain afgehandeld via uh, een contract dat wordt afgekocht maar hier gaat het ook om echt om deliverables futures die worden afgeleverd daar zijn ze uniek in een van de belangrijkste redenen voor mij om sowieso niet met dit bedrijf in zee te gaan is dat roger ver een van de mensen achter dit bedrijf is en ik mag roger ver niet zo als je niet weet wie roger ver is zoek maar eens op bitcoin cash Kortom, dat is die mevrouw als je je afvraagt wie dat was. Um, tot zover, meer heb ik niet te melden. We gaan aan de slag met de live clinics. Als je nog wil meedoen, meld je aan. De link vind je onder deze video. Als je niet wilt meedoen, dan zie ik je aanstaande maandag weer bij de video van aanstaande maandag. En als je meedoet aan de clinic, goed slapen, goed voorbereiden. Dan ga je er een leerzame en mooie dag van maken, morgen of zondag. Ik spreek je dan of ik spreek je maandag. Tot dan, happy trading, dag.